Je zegt het al, de hoteleigenaren hebben een dramatisch jaar. Maar ja. Ook in andere branches speelt de lockdown mee. Zeker, ja. Het is soms een kwestie van verergeren zelfs. En zwemscholen die trekken nu ook aan de bel. Want, zeggen zij, het is voor ons ontzettend ingewikkeld... omdat we ondernemers zijn die lessen willen geven. Nou ja, ouders die gaan waarschijnlijk eventjes wachten nog met die zwemlessen. Bovendien zijn heel veel zwembaden natuurlijk dicht. En dat zijn niet altijd gemeentelijke zwembaden, soms ook commerciële. En die vragen soms dus gewoon huur. Nou, het probleem is zo ernstig, stelt Stichting Water en Zwemveiligheid... dat er straks misschien een hele generatie is die zwemlessen mist en achterstand oploopt. Een zwembad wordt gezien als één geheel. Het is een sportlocatie. Er gebeuren natuurlijk een heleboel activiteiten, waaronder zwemles. Alleen doordat het zwembad als één geheel als sportlocatie wordt gezien... valt het hele punt onderwijs bij de zwemlessen weg. En waarom worden jullie niet gezien als onderwijs dan? Dat is het grote vraagteken al het hele jaar. Zwemonderwijs is een van de belangrijkste pijlers in de opvoeding van een kind. Helemaal in zo'n waterrijk land waar wij in zitten. En het lijkt wel of dat maar onder sport blijft hangen, omdat het niet als onderwijs gezien kan worden. Terwijl dat, denk ik, een basisbehoefte is om te kunnen zwemmen. Ik hoop dat erkenning komt voor zwemles. Dat er in ieder geval meegedacht wordt over het feit dat zwemlessen, dus kinderen tot 12 jaar, dat die weer naar een zwembad mogen. Ook als de zwembaden als geheel nog dicht moeten blijven. En ten tweede dat er gekeken wordt naar de tegemoetkoming vaste lasten. Want alle acties die er zijn genomen om te zorgen dat we het einde van het jaar haalden als de gemiddelde zwemschool, die worden nu gezien als omzet en worden nu tegen ons gebruikt.